De nieuwe BMW M4, de facelift-versie, met de mooie lampjes. Met een BMW i5, een mooie rood. Niet normaal. Noah aan de Ferrari. En dan zijn hier allemaal Ferraris. En deze Porsche, die mocht meekomen, omdat die... Wat is er dan anders? Wijs mij één ding aan wat anders is. Uh-oh. Het is kapot. 3, 2, 1. Voilà! Ja. Wacht even. Een van de volgende vlogs. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. En zoals je ziet, zijn we hier bij BMW Garage. En we gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Vorige week heb ik een mailtje gekregen. Wilt je meedoen? Een rondrit in een elektrische BMW. En ergens naar een kasteel gaan met een hapje en een drankje. En dan kunnen wij geen nee zeggen, hè, Noah? Ja. Dus wij gaan nu eens kijken met welke auto wij mogen gaan rijden. Eigenlijk wel heel benieuwd. Het is nog vroeg hoor, want het is nog maar 8:50. We zijn ondertussen al 45 minuten onderweg, hè, schat? Ja. Ja, het is nog heel vroeg. Ik hoop dat we de juiste plaats zijn. Noah kent hier al zijn weg, precies. Hier blijven de mooie auto's staan. Hier de nieuwe BMW M4, de facelift versie, met de mooie lampjes. Kijk hoe chic hier binnenin. Ook een mooie BMW M2, hè? Mooie kleur. Maar hier? BMW M3. Mat zwart. Ja, wat een man. Mooie machine. We zitten in een auto. En ik ga de auto laten raden langs de binnenkant. Wie weet welke auto dit is. En Noah zit hier ook. Ja. En daar hangt nog een camera. We gaan vertrekken, want ik heb gehoord dat er een ontbijt is voor ons. Niet aan, tenminste. Mij wordt net aangetrokken. Mij is gewoon goed. Zoals ja? In de polster. Maar dan een BMW. Zetelverwarming, stuurverwarming en open dak. Voel ook niks. Ja, zo'n beetje voelt je niet zo. Het is niet slecht, hè, maar zo frisse lucht. 350 meter naar links. Fijn? Ja. Ja. We gaan allemaal kleine straatjes in. We gaan niet veel de autostraden, want dat is leuker om te rijden en om dingen uit te testen. Maar al bij al is het heel herkenbaar, deze auto. We hebben al een X3, Ellen heeft een X3. Maar dit is dan gewoon wat meer kracht. En een open dak. Ja. En een M-Sport pakket met dikker stuur. En dikker zetels. Groter navigatiescherm. En toch veel veranderingen. En ook jouw kleur. Maar toch thuiskomen. En ook jouw kleur. Een speciale kleur, ja. Ja. BMW, wat is er rond? Blauw. Hier op de zetel streepjes blauw. Het lichtje blauw. Alles is bijna blauw. Ja. Deze auto. Waarom doet die camera zo raar? Daarom dat ik geen dingen was. De ene keer heb ik dat gevonden, de andere keer dat, maar jij bleef er niet op staan. Wat denk jij dat we gaan krijgen? Ik denk zo een heel buffet, zo bij Andromeda of zo bij Schietenland. Met slagroom, met een pootje ijs, met chocoladesaus. Dat weet ik niet als dat gaat zijn, maar dan gaan we zelf eens zien. We gaan eerst nog een beetje genieten hier van de rondrit. En die auto gaat ook snel vooruit met zijn 287 pk. Ik krijg het wel volgens mij op als je echt super snel gaat. Ja, die gaat super snel. Daar heb ik nog niet de sportstand in geduwd, hè.
staat er nu een paardje van Ferrari. Ja. Maar we zijn het verkeerde merk. Kijk dat, ja. Een springkasteel en al. Nog Ferrari? Zou het echt? Het zou ook voor Ferrari zijn. Er staat nog een BMW. Ja, we gaan het gewoon naast zetten. Wat mij is... Mooi groot schermje. Altijd leuk zo'n camera's, hè. En dit is dus de auto waarmee we gereden hebben. De BMW iX3. In een heel speciale champagnekleur. Met mooie zwarte spiegelkappen. Eigenlijk wel een mooie auto zo. Speciale kleur, niet volledig mijn goesting, maar wel leuk. En we zijn dus hier aangekomen aan het kasteel. En hier is meer te doen dan alleen van Davo alleen, want ik zie daar ook allemaal Vespa's staan. En ik zie daarachter wel een vlag van Davo. Maar ik zie ook alvast dat er een kasteel is. Ik zie het heel duidelijk. Nou, is hier daar een prinses of een toonbank? Ja, daar is een springkasteel. Een prinsessen. En hier kun je allemaal zitten. Als het weer nu nog schoon was, hè, schat. Gaat hij leuk weer? Ja. Maar daarachter is dus het kasteel. Kijk hier, met een BMW i5, een mooie rood. Maar er is wel heel anders van binnen. Kijk, het scherm. Dat is inderdaad helemaal anders. Ik weet niet of je het goed ziet, maar kijk eens hier. Lekker ontbijt. Zo, dan kan je het wel voor je. Dat is wel een grote koffiekoek, hè, Noah? Net past het erop. Daarachter, daar staan ook mooie auto's. Ik zie daar een rode Ferrari. Grijze Ferrari. En de zwarte daar ook nog. We gaan kijken of we de Ferraris nog wat van dichterbij kunnen zien. Want ik heb ze juist zien inladen. Dus ik denk dat ze gaan vertrekken zelfs. Kijk hier, man. Hemel, joh. Jezus. Volgens mij hebben we... Wauw. En dan daar ook nog een dikke Porsche. Die Porsche bestaat ook niet hier, hoor. Niet normaal. Maar de zetels zijn niet echt mooi. De zetels niet echt mooi? Nee. Maar ze mogen hem mij toch geven zo, hoor, Noah. Kijk die remmen, man. We hebben hier een rode. Maar ik weet niet hoe ze noemen. We hebben hier een grijze. Een mooie zwarte. Nog een grijze. En dan valt toch op, rood, hoe knap dat die zijn. Hè? Maar eigenlijk vind ik deze nog het mooiste. Sound is amazing. Noah en de Ferrari. Ik ga een fotootje maken van jou, hè? Goed? We hebben juist een verkoper gezien hier van Ferrari, blijkbaar. Gaat Ferrari met klanten door Engeland, Europa, zelfs gaan ze naar Spa, om daar naar het circuit voor de race te gaan kijken. En dan blijven ze blijkbaar hier overnachten en doen ze een hele rondrit. Dat is eigenlijk wel tof. Noah heeft in de Ferrari mogen zitten. Met de Ferrari aangehoord, niet normaal van het lawaai. Maar dat is eigenlijk nog een van de braafste zijn. Die andere wat er stonden, dat was nog veel meer herrie. Maar echt niet normaal. Echt kippenvel moment, zo'n ding is.
En met die pauze van die Ferraris heeft Noah nu heel zijn koffiekoek opgegeten. Goed, Jan. Dat was een grote, hè? Ja. Doei. En we zijn nu de auto aan het testen eigenlijk voor dagelijks gebruik. En dan gaan we nu nog eens kijken met Ellen naar de auto die we in het weekend gaan gebruiken. Is dat geen idee, schat? Kies maar eentje uit, hoor. Ik denk dat we dat wel kunnen betalen, misschien. Nog eens een laatste keer hier. Deze hebben we juist aangehoord. Niet normaal. Deze is een iets oudere, denk ik. Een 458, denk ik dat is. Dit is dezelfde als juist. Hier nog een mooie rode. Dit is een hybride. En dit is een Ferrari afgeleid van een raceauto. En dat ziet je ook wel. En dan zijn hier allemaal Ferraris. En deze Porsche, die mocht meekomen omdat die zich identificeert als een Ferrari. Om terug naar de auto te gaan, ik zie daar al een BMW vertrekken. Dat moeten wij ook gaan doen. En ja, kijk eens hier, het kasteel. Ah, mooi, hè? Toch chique, hè? En zeker zo met die Ferraris. Met die Ferraris heeft dat toch wel iets extra's, vind ik. De motors zijn nu vertrekken. Ga de motorkes ook vertrekken. De scootertjes. Die kun je hier ook huren, denk ik. Mag ik niet eens een scootertje huren? Maar jij mag daar nog niet meer rijden, hè? Oh-oh. Wat was met jou, toch? Oeh. Ga maar op. Nee, doe maar. Ga maar. En wij hebben deze auto. Ja, die kan precies niet zo goed rijden. Maar bon, wij moeten hier zijn. Kijk, en die auto die gaat automatisch open. Dat is ook wel leuk. Ik zet de auto wat Ellen gekozen heeft naast ons. Wel met mooie beglazing, Noah, dat ze jou niet zien zitten. Want dat wou je hebben, hè, privacyglas. Ja, mooie zwarte beglazing. Deze auto was heel leuk om mee te rijden, maar dit is eigenlijk ook een auto die er eigenlijk uitgaat. Want in, ik denk binnen een paar maanden wordt de nieuwe versie van de X3 aangekondigd. En dan misschien ook al de nieuwe versie van de EX3. Maar leuk auto mee te rijden. Gaat ook goed vooruit. Ja, maar we zijn het een beetje gewonnen, toch? Ja, het zit comfort als hetzelfde. Het is allemaal identiek hetzelfde. Alleen wat moderner. Zo. Je hebt bijvoorbeeld hier geen schakelaar mee, maar zo'n knopje. Het scherm is wat groter. Hier heb je ook een sensor die je ogen nakijkt, dat je niet in slaap valt. En zo van dat allemaal. Maar goed... Tijd om uit deze auto te gaan en terug naar onze auto. Ellen zegt nog altijd dat de auto kleiner is, maar het is ook wel zo. Nu zie je het verschil tussen de grootte wat we nu hebben en wat we gaan hebben. Ja, maar ik zat zo filmen, dan is het iets duidelijker. Maar die wat we gaan hebben, gaat wel chiquer zijn. Ja, je ziet ook dat nieuwer is, want Ellen is ja. En dat is nog een maatje groter. Nee, dat is dezelfde. Dat is dezelfde? Ja, dat zijn twee identiek dezelfde auto's. Waarom is die A met een ander dingen? Die ziet er nog sportiever uit. Heeft die dan een ander? Nee, dat is toch exact dezelfde? Dat is toch hetzelfde? Dat lijkt van niet. Wat is er dan anders? Wijs mij één ding aan wat anders is. Behalve de nummerplaat, hè? Die lijkt me breder. Schat, dat is exact dezelfde auto. Alleen die is een beetje nat en die niet mee. We hebben dus zo'n auto ergens binnenkort. Ik heb een heel leuk knopje gevonden op deze auto. Kijk hier, als je daarop tikt. Kijk hier. Kijk hoe chic. Uh-oh. Dit is kapot. Naar beneden, moet je. Eens kijken. Pak die eens terug mee. Eens kijken, zo naar beneden doen. Hè. Nope. Ik heb nog een knopje, hier die. Bye bye. We zijn van Tongeren naar Maasmechelen gereden. En we zitten nu in Maasmechelen Village. Ik zou eigenlijk nooit aanraden om naar hier te komen op een zaterdag of zondag, maar het is iets over 12 en onze jongen had goesting in een wafel. Ja, en ik ook een beetje. Maar we moesten ook gaan kijken voor schoenen voor Noah, want ja, die heeft weer nieuwe schoenen nodig. Die kinderen die groeien, dat is niet normaal. En die voeten die groeien, dat is niet normaal. Dus ja. Mijn voeten blijven gewoon rust, maar ik begint zo... Gewoon vlekjes op mijn voeten. Ja, dus dan zijn ze wat kleiner, hè? Of dat zijn
geen vrachtjes. Nee, nee. Schoenen zijn wel klein. We moeten dus nieuwe schoenen kopen. Waterpokken kan ook. Nee, geen waterpokken. Dat heb ik al gehad. Oh ja. En dus gaan we eens heel snel naar de Village, hè, naar de Geox-winkel. Of een andere schoenenwinkel als er iets is. Misschien kun je ook eens naar uw Sketchers nog eens gaan kijken. Ja, zeker. Hey, soms heb ik goede ideeën. Noah was hier schoentjes aan het passen met... Lampjes? Ja. Jawel. Jij ziet dat niet, maar die werken wel hoor. Maar dan ziet dan gaan die. Eens kijken. Nee, die staan ze uit. Ja. Andere kant stampen. Dat is een spiegel. Daar ga ik kijken naar een spiegel. Sorry. Moet je... Buiten. Moet je buiten gaan kijken. En hoe zitten ze? Buiten de lichtjes. Aan de voet. Ga jij daar een hele dag mee kunnen stappen? Ja. Zonder binnen aan de voet. Denk van wel. Maar wandelen ze Turken? En nu hebben we waar de jongen voor gekomen is. Hè. Een lekkere, warme, Luikse, hete, Luikse wafel. Jij ook? Nee, dat is even niet. Inderdaad. Lekker. Vroeger, toen we aan de zee waren, gingen we hier speciaal een half uur voor wandelen. Om een wafel te kopen. Ellen en ik zijn ondertussen 10 jaar... Nee. 9 jaar getrouwd. En ik dacht, 9 jaar getrouwd, we moeten iets lekkers gaan eten. Nu, meestal gaan we bij het Oud-Oeteren eten, maar het probleem met Oud-Oeteren is dat je daar een maand op voorhand moet reserveren. En dat hebben we niet gedaan. Nu, er is ook wel iets anders waar we lekker kunnen gaan eten. En dat is ergens bij een grillrestaurant in Genk. En dat noemt De Molen. Dus we gaan zelfs een lekker stukje vlees eten. Die vrouw waarmee ik 9 jaar samen ben, die moet hier zitten. Ja. Wacht, hè. 3, 2, 1. Voilà, nu is ze er. Volgens mij heeft die meer vrouwenborsten dan die. Oei, Noah heeft hier een gorilla gezien. Nu dacht ik echt dat je op die hand ging zitten. Hopelijk breekt dat niet af. Kom maar, want vandaag heb ik al iets kapot gemaakt. Wat? Heb jij iets kapot gemaakt? Ja, in de BMW garage. Ja. Dat is... Oei. Ja, oei. Kunnen we hier toch gaan? Kunnen we hier gaan? Vanaf. Ja, daar gaan we niet te veel over zeggen. We beginnen de dag met een komkommersoepje. En? Lekker? Dat is lekker. Wat jullie ja. Vroeger moet ik niet naar toe gaan. Ananas. Oh ja, dat is waar. Maar lekker eet ik wel ananas. Ja, en kijk eens hier. Je hebt wel een mooi groot stuk. En ik hier ook een steek van 300 gram. Een lekker champignonsaus. En daar een steek van 200 gram. En welke saus? Peperoni. En heel lekkere frietjes. Wij hebben heerlijk gegeten. Het was super lekker. Bij mij was het ook super lekker. Was het bij jou ook? Ik ga vragen, want ik ben al heel weg. Was het ook lekker bij u? Ja. Oh, wil daar nog even op de gorilla gaan. En dan kunnen wij misschien een beetje wandelen hier rond de molenvijver. Eten laten zakken. Gaan op zoek gaan naar een dessertje ergens of zo. Of zet jij mijn dessertje straks? Dat weet ik niet. Maar ja, tuurlijk wel. Elke avond. Oké, en Noah gaat op de gorilla klimmen. Hij wil echt in de hand van de gorilla gaan zitten. Gaat die lukken of gaat die niet lukken? Ja. Oeh, dan moest ik een foto nemen, hè. Eens kijken. 3, 2, 1. Lachen. Dus hier. De baby. Ze houden u in de gaten, hoor. Ik weet niet als je dichterbij moet komen. Ik denk dat ze een aanval gaan. Nee. Denk je van niet? Oké, ga dan maar dichterbij. Toch schattig, hè? Daar zit een vrouw. Ik weet niet of je ze ziet. Op een bankje. En op haar been heeft hij een duif zitten. Maar had die duif toch niet gedaan wat duiven meestal doen? En wat was dat, schat? Ja, achter kaka gedaan op haar been. Kom maar, vriend, we gaan hierin. En mijn mama was oorspuur op dezelfde manier aan. Dat is al lang geleden aan de zee. Maar die duif, die vloog in de lucht. Deze zat op haar schoot. Dat was geen duif, dat was een meeuw van die. Ja, dat is nog een verschil. Nog een verschil. Een meeuw die is nog een stuk groter. Niet het enige met dit idee, Noah. Ja. De parking staat vol.
Ja. Gelukkig hebben ze ijs genoeg en is dat snel gemaakt. Dus ze zullen nog wel iets over hebben, toch schat? Ik denk dat alle bakjes gewoon nog vol staan. Ja, ik denk dat ook. Die maken daar wel veel bij. Heb je een beetje laten gaan? Nee, ik deel mijn oor. Twee bollen, schat. Ik ga mijn oor aan het geven. Ja. En dan? Ja. Ik heb me niet laten gaan. Ik heb hetzelfde genomen als anders, maar gewoon wat extra slagroom. En jij? Ik zit vast. Zit je vast? Dan gaat je geen ijsje kunnen eten, hè? Maar gaat dat ijsje hier smelten? Ik kan het niet maken, het zit wel vast. Nu kan je zitten, voilà. We gaan lekker eten. En we zitten nu lekker in de zetel en ik was er straks nog over bezig. Het is wel uitzonderlijk dat we zoveel Ferraris op één plaats gezien hebben. De Ferrari Roma en de 296, denk ik dat het was. Maar ik moet even kijken, want ik weet het niet meer zeker. De 296 GTB waren echt wel mooie auto's en dure auto's. Het is eigenlijk wel heel leuk dat we dat gezien hebben. En ook dat je er hebt mogen inzetten. Hè? Dat is wel heel speciaal. En voor de rest, ja, was lekker eten. Hè? Heb je ook gezien. En nu is het tijd om de vlog weer af te sluiten. En weer uit te kijken naar de volgende. Hè? Ja, ik denk dat de volgende is... Ja, dat mag, maar dat gaat niet de volgende vlog zijn. Dat gaat één van de volgende zijn. Ja. Mag dat vertellen? Eén van papa zijn vlogs. Onze vlogs? Ja. Dus het zijn van ons, hè? Van mij, van jou en een beetje van mama. Ja, meer van mij. Ja, wel van jou toch ook? Maar ik heb je gehelpt met 10.000 views. Maar jij helpt sowieso. Door gewoon in de vlog te komen en door grappige dingen te zeggen en soms leuke dingen te doen. Ja. Zoals dit filmpje. Dus die vlogs, daar help je ook aan mee, hè? Ja. Maar wil je nog iets verklappen of niet? Ja, ik vond de vlogs dan echt de baas zijn. Ja, dat klopt. Dus een van de volgende vlogs, als het vakantie is, dan gaan we deze jonge heer eens de baas laten spelen. Ja. Er zijn wel een paar regeltjes, maar dan gaan we alles doen wat dat hij zegt. Maar je gaat het best heftig hebben. We gaan het heftig hebben. Ja, oké. Dat gaan we dan zien. Dus wil je dat niet missen, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op die vind ik die leuk knop te klikken. Ja. Nee, maar, niet zo. Was dat iets in mijn keel? Nee, het was helemaal verkeerd. Doet jij het, dus jij bent expert. Ik ben de expert van YouTube. Ja, de YouTube-expert. Lekker doen. Abonneer is juist, maar niet een speltje moes. Druk zeker op die like. Oké. Dus vergeet niet te abonneren en druk op die like-knop, het duimpje omhoog. En moeten we dan ook doen zoals de YouTubers. Je hebt nu 5 seconden om op die like-knop te duwen. 4, 3, nee. 2, nee. 1. Zoals is het u gelukt? Nee? Nee, zo is het niet. Kijk, hè. Zoals hier jou. Ja, Noah gaat de expert, hè. Vertel. Net als jou om op lijstknop te worden binnen 5 seconden. Ja, yes. Kijk of het lukt. 5, 4, 3, 2, 1. Is het juist lukt? Dan heb je... de challenge voltooid. Zo gaat het. Oké, dat heb je eigenlijk wel goed gedaan. Alleen misschien een beetje meer spaties tussen je woorden zetten. Dan is het misschien wat duidelijk. Ja. Lukt het jou om binnen de 5 seconden op die abonneerknop te klikken? Abonneer of like knop? Wat was het? Abonneer. Ah, oké. We gaan opnieuw. Lukt het jou om binnen de 5 seconden op die abonneerknop te duwen? Gaat die challenge lukken? 4, 3, 2, 1. Is het jou? Het gaat niet lukken. Zeg mensen, allemaal dankjewel om te kijken. En heel graag tot de volgende keer. Bye.